Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video ga ik een sneeuwman maken in het lentethema en ik laat eerst even zien wat voor dingetjes ik heb gebruikt met het maken van deze sneeuwmeel. Ik heb 3 verschillende papierblokken gebruikt, 2 kleine en 1 wat grotere en in die grotere zitten ook allemaal verschillende soorten die-cuts in. En de kleinere papierblokken, dat zijn allemaal gewoon papiertjes met allemaal verschillende soorten patroontjes. En voordat ik begin met deze sneeuwmol ga ik even op zoek naar patronen, papiertjes die ik graag wil gebruiken. En ik zoek dus even een papiertje op die ik wil gaan gebruiken voor deze basis. En dat is het papiertje die je nu in beeld ziet. En dat is die met zonnebloemen. Deze vond ik wel heel erg lenteachtig en dus heel erg goed passen bij deze thema. En dit wordt dus de buitenkant van mijn sneeuwmol, want ik ga namelijk een soort van flipboek maken. Ik heb dit papiertje dus op maat gemaakt. Ik ga er straks nog wat afhalen, omdat ik hem niet helemaal goed heb berekend met de vouwlijnen. En ik zou de maten nog even in de beschrijving zetten, zodat je die daar nog kan terugvinden. Dus dan hoef ik dat hier niet te vertellen en dan kun je het daar gewoon makkelijk vinden. Want hier haal ik dat strookje papier er nog af, wat ik dus verkeerd heb berekend. Maar in de beschrijving zal ik het nog even goed neerzetten. Dus dit is eigenlijk al de basis van de sneeuwmeel en dan gaan we de binnenkant verder maken. En wat ik dus voor de basis heb gedaan is dat ik aan een soort van rug heb gemaakt van een doek. Zodat ik dus aan de binnenkant meer ruimte overhoud. In plaats van dat hij dus plat is, dat je dan iets meer speling hebt aan de binnenkant. Zodat je daar ook wat andere soort vakjes kan maken. En die ga ik nu maken. En daar gebruik ik deze langwerpige strook van. En zoals ik net al vertelde, zal ik straks de maten gewoon nog in de beschrijving neerzetten. Zodat je die daar allemaal kan vinden. Want deze ging ook niet in één keer helemaal goed. Ik moest hier later ook nog een stukje van afknippen. Maar ik ga hier een soort van uitklapbare deel van maken. En die plak ik aan de rechterkant van de pagina. Ik plak hem dus met de rug tegen de pagina aan. Zodat je dus de bovenkant omhoog kan klappen. En de onderkant naar beneden. En hier knip ik dus nog even het overige stuk weg. Deze gedeelte heb ik dus op dezelfde soort manier gevouwd als de basis van de sneeuwmol. Ik heb dus 2 vouwlijnen gemaakt om iets meer speling te krijgen. Om dingen aan de binnenkant te doen. Daar maak ik straks nog een vakje en ook nog een envelop. En als je die dan gewoon wat vol doet, dan past het vaak al niet. En als je dus zo'n randje hebt, dan gaat dat al iets makkelijker. En voor het vastplakken van dit onderdeel gebruik ik Tacky Glue. En Tacky Glue heb ik in de vorige video ook gereviewd. En die heb ik toen gebruikt voor in het bullet journal. En voor in mijn bullet journal vond ik hem niet zo fijn. Dus ik wilde het alsnog even een keer testen op een sneeuwmeel. Want met sneeuwmeels gebruik ik vaak wat dikker papier. En ik was gewoon heel erg benieuwd hoe die dat zou gaan doen. En daar zal ik straks nog meer over vertellen. Want eerst ga ik even een envelop maken voor in de sneeuwmeel. En ik wilde hier dus mijn punchboard voor gebruiken. Maar ik kon daar de juiste afmeting niet vinden voor de envelop. Dus ik ben het gewoon handmatig gaan maken. En dit is ook vrij simpel. Het enige wat je dus nodig hebt voor het begin is een liniaal en potlood om het midden te bepalen. En dan kun je de hoekjes naar binnen vouwen. En als je dat dan hebt gedaan, dat je de hoekjes naar binnen hebt gevouwen, dan krijg je nog kleine driehoekjes in de puntjes en die moet je dan even wegknippen met een schaar en dan kun je hem dichtplakken. En voor het dichtplakken heb ik Tacky Glue gebruikt en toen ik erin kneepte kwam er doorzichtig vocht uit. Ik weet niet precies wat het was, dus ik heb het tubetje nog even goed geschud en toen kwam er wel gewoon normale lijm uit. Ik vind de lijm wat dik, dus je brengt al snel wat te veel aan. En als je hem dan vastdrukt, dan loopt het ook een beetje naar de zijkantjes uit, omdat het dus best wel veel uitkomt. Ik heb hem dus ook gebruikt aan de achterkant van de envelop, om het echt nog even goed te testen. Want in mijn bullet journal was ik er niet zo enthousiast over. En voor in een sneeuwmol weet ik het ook nog niet echt. Want zoals je dus kan zien, is de randjes van de envelop niet heel goed blijven plakken. En ook het uitklapbare gedeelte ziet er ook een beetje bobbelig uit. De envelop zelf is wat van dunne papier. Dus je ziet ook echt aan de voorkant dat hij een beetje is gaan bobbelen. En dat komt omdat het dus op waterbasis is. Dus ik vind dat niet zo heel erg prettig. Het werkt wel, dus ik zou het wel gaan gebruiken voor in de sneeuwmol. Maar dan echt alleen maar voor dikke papier. Omdat ik het bobbelen van het papier gewoon niet mooi vind. Ondertussen ben ik al verder gegaan met het volgende onderdeel. En dat is het maken van een vakje voor in de sneeuwmuil. En dit vakje komt op het plekje van het uitklapbare deel. Er komt straks nog eenzelfde soort vakje, maar die zien we later nog. En dit maak ik dus op een beetje dezelfde manier als het uitklapbare deel en de sneeuwmuil zelf. Ik maak dus een opstaande randje, zodat ik daar dus wat meer ruimte in heb. En dat niet alles zo opgepropt is. Maar dat ik daar genoeg ruimte heb om dingetjes in te doen. En voor het vastpakken van dit onderdeel gebruik ik de all-purpose lijm. Ik moet hier nog steeds een andere tube van halen bij de Action. En als het goed is liggen ze hopelijk bij de kantoorartikelen. Dus ik ga daar denk ik volgende week langs om te kijken of ze die daar nog hebben. Dit is wel echt de lijm die ik het prettigst vind werken. Hij plakt goed, hij laat het papier niet bobbelen en het blijft ook gewoon stevig zitten. Dus ik hoop dat ik deze nog weer kan vinden in de Action. Ik heb ook nog twee nieuwe lijmen die ik graag wil testen. Deze heb ik bij de Hema gekocht, dus ik ben wel benieuwd hoe die zijn. Die moet ik nog even testen. Die zullen ook nog wel in andere video's voorbij komen. En dan zou ik daar ook nog wel weer wat over zeggen. En hier ga ik verder met het volgende vakje. En dit is dus het tweede vakje. En deze is op dezelfde manier gemaakt als die vorige. Ik maak dus twee vouwlijnen, zodat die dus ook wat omhoog staat. En dat ik daar dus wat meer dingetjes in kan stoppen. En daar dus genoeg ruimte in heb. Toen ik het papier op maat snij om dit vakje te maken, had ik er niet echt bij nagedacht hoe het patroon op het papier liep. Want wat ik wel gewoon fijn vind is als je de sneeuwmuil opent, dat je de patroon goed ziet. En dat hij dus niet schuin zit of dat hij op de kop zit, maar gewoon op de juiste manier. En om dit dus te krijgen moest ik dus nu de opening aan de binnenkant doen. Ik wilde eigenlijk gewoon de opening aan de bovenkant hebben. Maar omdat ik dus het patroon gewoon zichtbaar wilde hebben, heb ik hem dus zo moeten maken dat de opening aan de binnenkant zat. Wat natuurlijk geen probleem is, maar het is wel even goed om over na te denken dat als je hem opent, dat je het wel voorzichtig doet, want er kunnen dus dingen uitvallen. Maar dit is dus eigenlijk al de basis van de sneeuwmuil en dan ga ik nu verder met het versieren van de sneeuwmuil. En voor het versieren van de sneeuwmuil gebruik ik deze twee papierblokken die ik ook aan het begin van de video liet zien. Hier komen dus ook de papiertjes uit die ik voor de sneeuwmuil heb gebruikt. En nu haal ik dus verschillende die cuts eruit om die op te plakken op de sneeuwmuil. Straks gebruik ik ook nog gewoon andere stickers die ik in mijn collectie heb. Maar voornamelijk komen de die cuts uit dit boekje. Dus dan ga ik nu verder met het versieren van de sneeuwmuil. Nou, dit is dan uiteindelijk de sneeuwmuil geworden. Ik heb hem dus dicht gemaakt nog met een touwtje. Want anders blijft hij niet heel goed dicht zitten, omdat hij dus best wel dik is. Dus als we die dan eraf halen, dan ziet de sneeuwmuil er zo uit. Dit is de voorkant, die heb ik dus wat versierd met wat die cuts en de stickers. En hetzelfde heb ik ook aan de binnenkant gedaan. Ik heb hier dus een vakje zitten en daar heb ik allemaal dingetjes in gedaan. Er zit ook onder andere thee in. En de sticker van de voorkant, die valt er al af. Dus die moet ik straks even opnieuw vastplakken. Dan heb ik hier dus nog een gedeelte wat open is. En deze heb ik dus wat versierd met die cuts. En dan heb ik hier dus ook nog een soort van dingetje gemaakt die je dan uit kan klappen. En dus deze flapje doe je omhoog en de rest naar beneden. Dan heb ik daar dus ook nog eenzelfde soort vakje. En doordat ik hem dus aan de zijkant ook nog wat hoger heb gedaan, heb ik dus aan de binnenkant wat meer ruimte om dingetjes erin te doen. En dan heb ik dus ook nog een envelopje gemaakt. En dat is dus deze sneeuwmuil. En de achterkant heb ik gewoon zo gelaten, want ik vind het patroontje die ik heb gebruikt voor de buitenkant, vind ik gewoon super leuk. En het is ook heel erg lenteachtig. Dus dan is dit ook het einde van de video. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Mocht je meer van dit soort video's willen zien, vergeet dan zeker niet om te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie graag in de volgende video weer te zien. Doeg!